Yo mensen, tof dat ik kijk naar deze video. Mijn naam is Wesley van FIFABOY1999. We hebben vandaag weer de nieuwe Feyenoord voorspelling. En vandaag hebben we de wedstrijd Feyenoord tegen FC Twente. En wat gaat er die wedstrijd gebeuren? Ja, we weten het niet. We gaan het meemaken. Feyenoord speelt niet goed, daar moet ik eerlijk over zijn. We zijn met 3-0 verloren tegen AZ. Ik pak gewoon de opstelling erbij. Even knippen. En hier heb ik man. Maar goed, ik ga de opstelling dus even bijpakken. De opstelling van de wedstrijd tegen Twente. Let op. Vermeer, Kuisdorp, Botteguin, IE en Haps. Op middenveld hebben we Ver, Kokciu en Toornstra. Toornstra terug in de basis. Tapia op de wissel. En dan de aanval met Berghuis, Sinisterre en Sam Larsson. Ja, Larsson dus. Geen, even kijken, Narsing in de wissel, dat weet ik wel. Tapia in de wissel. Kortom, het wordt weer een wedstrijd. Ja, ik hoop dat we deze gaan winnen tegen Twente. En ik denk, ik hoop 2-1. Maar ik denk gelijk. Want Feyenoord speelt echt niet top. En ik weet niet of het aan Jaap Stam ligt. Het zou ook wel een beetje aan de spelers liggen. Maar ik hoop in ieder geval dat we weten te winnen. Of anders spelen we gelijk 1-1. Maar ik hoop 2-1 overwinning voor Feyenoord. En ik hoop dat Berghuis belangrijk is. Of anders Toornstra wel. Maar goed, ik hoop dus een 2-1 overwinning. Maar ik denk een 1-1. Wat denken jullie? Laat het weten in de reacties. En zou ik zeggen, bedankt voor het kijken. Tof dat mijn kanaal zo top gaat de laatste tijd. Duimpje omhoog, dank jullie wel. En dan kijk ik deze video. Morgen weer de Feyenoord Creme Mode. Dan zeg ik zoals altijd. En zoals nu. Later.